zou voor de eerste plek gaan Arjan van Rijsberg voor een tweede en Marcel Ruiter voor een derde. Dat is datgene wat voorlopig vaststaat, maar u bent misschien wel gekomen juist voor deze klasse, de 4,5 ton sport. En die legende binnen het 4,5 ton sport gebeuren. We gaan het even goed, de legende op de bok, Bram de Vries. Hier een eerste afstand neerzetten als zijn de proeftrekafstand. Wedstrijdleiders en de wedstrijd jury. Van de wedstrijd jury bestaat uit het beginvlak en eindvlak en de wedstrijdleider. En de wedstrijdleider gaat op dit moment richting de sleepwagen. En kijk of dat zo laars gaat bieden aan de eindafstand. Want die eindafstand willen wij natuurlijk liefst door de 80 meter heen gaan zien krijgen. En de eerste die dan deze afstand mag gaan proberen is gewoon genoeg.
vaststelt dat hij in ieder geval weggaat in een bepaalde versnelling. Nog eens een keer die duwpower laag zou willen schakelen. Ze weten niet zo heel veel aan deze trekker aan bijzonderheden hebben gedaan. Los van een zware onderhoud. Dat dit dan zo'n omstandigheid zou kunnen zijn voor Bram de Vries. Want als de groten zich verkijken op de omstandigheden qua pk's, zit hier een kleine man met net zoveel ervaring als twee derde van de hele klasse bij elkaar. Heb geen enkele zin, schrijft hij. Aan de grond is altijd verloren, maar zo ook. Ik ben er naar binnen teruggekomen als ik kijk naar de lijn van de trekker. De lijn van de trekker. Sterk voor de rechter gaat kiezen, omdat die neiging een klein beetje erin zit om overleven. Dat gaat op steeds zij proberen moeten kosten dit seizoen, denk ik. Oftewel, 30 meter en 21 centimeter scherp stellen. En betekent daarmee een voorlopige derde plaats voor de bondijzer. Waarvan eerst een aantal heren waait hem naar de zet af. Heeft overleefd en hier wordt het gaan zijn.
Daarin wil ik voor u graag een groot applaus voor de nummers 3, 2 en 1, maar ik ben gewoon boven de